Ik hoop dat je mij een snelle tutorial kan geven in metaalanalyseapparaten. Om te beginnen, hoe groot is de markt? De markt, en dan verdeeld in verschillende segmenten, maar de totale markt zal tussen de 1000 en 2000 apparaten zijn in Europa. En wie koopt zo'n apparaat nou? Het is een heel breed toepassingsgebied. De voornaamste groepen zijn de industrie. Met de industrie bedoel ik metaalhandelaren, producenten en halffabrikaathandelaren. De andere helft is de recyclingindustrie. Dus dat zijn de twee voornaamste groepen van afnemers voor dit soort apparatuur. En waarom kopen ze? Inzage in kwaliteit van legeringen. En daardoor beter kunnen werken. Dus voorkomen dat er onkosten gemaakt worden. Maar ook bijvoorbeeld om meer te gaan verdienen. Het scheiden van metalen en daardoor een hogere opbrengst van metalen kunnen genereren. En zijn er voldoende leveranciers, denkt u, om de markt concurrerend te houden? Ja, het is een kleine markt, een niche-markt zoals we het zeggen. Er zijn 4-5 concurrenten, maar we houden elkaar enorm scherp. Niet alleen prijstechnisch, maar ook technisch. Dus die techniek die blijft zich continu ontwikkelen en daar proberen we steeds een stapje voor in te zijn. Een leuke uitdaging. Nou, ik heb net zelf zo'n apparaat gezien en tot mijn grote schrik, ik zag zo'n stralingssticker erop. Zijn ze gevaarlijk? Ja, goed, die sticker is een verplichting in Nederland. Voor alle apparatuur onder de 100 kilovolt, überhaupt daarboven ook, maar dit soort apparatuur zit onder de 50 kilovolt en dan moet er een sticker op zitten. Sticker schrikt af, gelukkig, want je werkt toch met straling. Je ziet het niet, je hoort het niet en je ruikt het niet. Het is geen zware straling. Als je gewoon netjes ermee werkt, zoals wij de mensen ook leren, en er wordt goed toezicht op gehouden, dan is er niets aan de hand. Dan loop je evenveel risico als tijdens een wandeling door het bos heen. Dus wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied? Ja, het gaat enorm hard. In de laatste jaren is met name de detector doorontwikkeld. Voorheen kon je alleen zware elementen zoals nikkel en chroom analyseren. Nu kun je ook lichte elementen zoals magnesium, aluminium, silicium, fosfor, etc. kun je nu ook analyseren. Dat is een grote stap geweest. Wat je nu ziet is dat met name het gebruiksgemak een enorme vlucht neemt. Wat je dus ziet is dat met name het gewicht, de afwerking van het apparaat, bescherming van vitale delen, dat allemaal doorontwikkeld wordt, waardoor de gebruiker met name in het dagelijks gebruik een voordeel behaalt. Nou, laatste vraag. Wat heb je nou in je sigaardoos op de toonbank? Niet om sigaren te roken, want ik ben een anti-roker, maar we hebben sigaardoosjes bij ons met monsters erin. In die doos zitten allemaal proefstukjes waarmee wij ons apparaat kunnen controleren. En waarmee we dus gewoon een snelle check kunnen doen of het apparaat meet wat hij moet weten, gelukkig wel. Gewoon snel inzage kunnen hebben in de kwaliteiten. Dus meten is weten? Meten is weten, absoluut. Ja, zonder meer.